Meneer Jacobs van Forum voor Democratie. Dank u wel, voorzitter. De begeleidende mail bij de aanbieding van het coalitieakkoord klinkt prachtig. Geachte collega raadsleden, met gepaste trots bied ik u hierbij namens de partijen CDA, VVD, D66, Partij Groensboek Belang, PvdA, GroenLinks, Partij van de Dieren en SP het coalitieakkoord Uit Liefde voor Onze Stad aan. Genoemde partijen kijken ernaar uit met u allen te gaan samenwerken in het belang van Heerlen. Met hartelijke groet, Jordi Clemens. Hieruit concludeer ik dat u allen er ook naar uitkijkt de komende raadsperiode samen te werken met de fractie FVD. Dat is dan wederzijds. Van de coalitiepartijen, Partij van de Dieren, Partij van de Arbeid en SP, had ik echter graag geweten hoe zij de samenwerking met onze partij zien. Vlak voor de verkiezingen plaatste mevrouw Geron van de Partij van de Dieren een stukje proza op haar persoonlijke Facebookpagina, onder de titel Een ode aan het gemeenteraadslid. Ik denk overigens dat ze zichzelf in de ode bracht. Ik citeer: tot en met woensdag kunnen we stemmen op zo'n fantastisch gemeenteraadslid. Doe het. U moet vooral zelf weten op wie. Maar als het enigszins mogelijk is en niet te veel moeite is, probeer de racisten, de fascisten en Poetin-bewonderaars te vermijden. Daar komt alleen maar ellende van. Einde citaat. Wat ons betreft getuigt een dergelijke uitspraak van weinig intelligentie. Dan de heer Verrek van de PvdA. In zijn mail aan de informateur, mevrouw Mario van Kan, schrijft hij het volgende. Ik citeer wederom. Dit is geen correcte weergave van ons standpunt. Op deze vraag, de vraag was overigens, sluit uw partijen uit, hebben wij expliciet aangegeven, zoals ook verwoord in ons programma op pagina 5, dat wij samenwerking met populisten als PVV en FVD uitsluiten, in coalitie en in oppositie. Wij, ondergetekende en Volmar Delhey, hebben toegelicht dat beide partijen de Nederlandse samenleving polariseren, aan de wortel van de democratie knagen en in beginsel ondemocratisch zijn en derhalve uitgesloten worden voor samenwerking. Er is dus wel degelijk sprake van een blokkade vooraf door de PvdA. Einde citaat. Aan de heer Verrek zou ik willen vragen wat in zijn ogen polariserend en ondemocratisch aan onze partij zou zijn. Misschien het feit dat we het klimaatsprookje van zijn klimaatpaus, de heer Timmermans, niet zomaar voor waarheid aannemen? Of dat wij de polarisatie van de ongevaccineerde medemens bijzonder kwalijk vinden? Tot slot een vraag aan de heer Clemens van de SP. Zijn partij zet ons weg als extreem rechts. Nu heb ik de definitie van extreem rechts op erbij gezocht. Volgens het AIVD vormen rechtsextremisten een dreiging voor de nationale veiligheid en democratische rechtsorde, omdat zij antidemocratische doelen nastreven, al dan niet met ondemocratische middelen. Wat bepaalde partijen binnen deze coalitie klaarblijkelijk ook van het FVD vinden. Ik zal mij namens FVD de komende raadsperiode in ieder geval met hart en ziel inzetten voor deze stad. Ik zal een samenwerking in het belang van deze stad daarom met geen enkele partij uitsluiten. Ik hoop dat een aantal coalitiepartijen deze professionaliteit ook zullen tonen en hun klaarblijkelijke antipathie jegens mij en mijn partij in het belang van Heerlen overboord kunnen gooien. Overigens een groot compliment aan de ambtenaren die ik tot nu toe heb gesproken. Aan diens professionaliteit en onvooringenomenheid kunnen genoemde partijen zich een voorbeeld nemen. Dan inhoudelijk over het akkoord, voorzitter, een paar punten. Centrumontwikkeling Heerlen. FVD zou meer willen weten over de voor- en nadelen, praktische haalbaarheid, alsmede de gemoeide kosten van de verhuizing van de diverse scholen naar het centrum. Dan nog het volgende. Het lectoraat professionalisering van het onderwijs heeft op verzoek van het college van bestuur van de Hogeschool Zuid een studie uitgevoerd om voordelen van het online onderwijs in kaart te brengen. Deze studie heeft plaatsgevonden onder alle studenten en docenten van Zuid. Hieruit kwam de volgende conclusie naar voren. Studenten en docenten hebben op basis van hun ervaringen aspecten benoemd die de moeite waard zijn om te behouden en verder door te ontwikkelen na het beëindigen van de coronapandemie. Niet met als doel volledig online onderwijs, maar met het doel het realiseren van een effectieve en efficiënte blend van online en face-to-face onderwijs.
Hoe die blend er concreet uit gaat zien, is niet op voorhand voor alle opleidingen te schetsen. Maar per opleiding is het vraagstuk actueel hoe de voordelen van online onderwijs zijn te benutten. Graag zouden wij willen weten hoe de wens naar meer online onderwijs zich verhoudt met de door de coalitie gewenste levendigheid in de stad door de komst van bijvoorbeeld de Hogeschool Zuid. Wonen. Ook wij vinden het van groot belang dat iedere inwoner van Heerlen over een geschikte woning kan beschikken. Wel zouden wij graag van u willen weten hoe onze gemeente in de nabije toekomst zal omgaan met de onlangs gedane uitspraken van de heer Hugo de Jonge. Inhoudende dat gemeentestatushouders voorrang zullen moeten geven bij het vrijkomen van een huurhuis. Kopje veiligheid. Hoe denkt het college de ernstige capaciteitsproblemen bij de politie op te lossen? Uitgesproken wordt weliswaar dat er in de lobby een tandje wordt bijgezet. Maar wat heeft dit concreet opgeleverd sinds juli 2021? Vanaf 2024 ligt zelfs een afname in de politiemacht in het verschiet van 182,3 FTE naar 155,4 FTE. Dan de participatie in arbeidsmarkt. Naar onze mening is het nu of nooit inwoners te begeleiden naar werk. Ondernemers in nagenoeg iedere sector schreeuwen om arbeidskrachten. Ondernemers in Heerlen hebben zelfs aangepaste openingstijden vanwege een tekort aan personeel. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat bijvoorbeeld een vluchteling uit Oekraïne binnen een week een baan heeft, terwijl het college nog steeds voorstellen uitwerkt hoe mensen uit een uitkeringssituatie te krijgen. Natuurlijk moeten we in deze menselijk blijven, maar het is niet eerst hun problemen oplossen en dan pas aan het werk. Het een kan het ander zelfs in positieve zin versterken. Voor wat betreft de burgerbetrokkenheid, voorzitter. Meer burgerbetrokkenheid juichen wij als FVD enorm toe. Laat het dit keer echter niet weer een papieren tijger zijn en laten we hier de komende raadsperiode ook echt werk van gaan maken. Zodat we over 4 jaar niet weer eindeloze verkiezingsdebatten gaan voeren over hoe de burgerbetrokkenheid te vergroten. Wat wij helaas missen in het akkoord is een referendumrecht voor de Heerlense burger. Burgers moeten niet alleen meepraten, maar in bepaalde gevallen ook daadwerkelijk kunnen meebeslissen. Duurzaamheid. Blijkbaar heeft onze gemeente zich volledig geconformeerd aan de agenda 2030. Ook wel Build Back Better, The Great Reset of de Sustainable Development Goals genoemd. De Hogeschool Zuid is inmiddels volledig geïndoctrineerd en er zijn zelfs wethouders in deze gemeente die middels een speldje op hun jasje deze agenda publiekelijk uitdragen. Ik hoop erop dat steeds meer inwoners van Heerlen gaan begrijpen dat deze agenda ons alleen maar meer in de armoede gaat storten. Volgens deze coalitie vormt het klimaat een grote bedreiging voor het leven op aarde en dus ook in Heerlen. Zij gaat er dus blijkbaar van uit dat met complexe modellering het klimaat voorspelbaar zou zijn. Het klimaat verandert van nature al miljarden jaren en die veranderingen kunnen groot zijn. Zo konden we 15.000 jaar geleden met droge voeten van Nederland naar Ierland lopen. En dat had echt niks te maken met CO2. Punt is dat er geen bewezen relatie is tussen CO2-gehalte van de atmosfeer en de temperatuur van de aarde. De CO2 in de atmosfeer is geen thermostaatknop waar je aan kunt draaien om het klimaat op de gewenste stand in te stellen. Dat is een totale illusie. Ook als je wat CO2 uit de atmosfeer zou halen, dat kun je proberen tegen enorme kosten, dan nog verander je niks aan de variabiliteit van het klimaat. De opwarming, de afkoeling, de zeespiegelstijging, de zeespiegeldaling, die zullen ook met wat minder CO2 in de atmosfeer precies hetzelfde zijn als nu. Dus de illusie dat je het klimaat kunt regelen tegen enorme kosten is heel erg onverstandig in onze ogen. Laten we daarom AUB onze inwoners in de nabije toekomst niet op enorme kosten jagen met een onzinnige energietransitie. In dit kader zou ik ook nog het volgende willen opmerken. Waarom massaal van het gas af, nu zelfs ons kabinet achter een Brussels plan is gaan staan om aardgas als groen te bestempelen en derhalve als duurzaam te zien? Even voor de duidelijkheid, uiteraard zijn we wel voor een goede isolatie van woningen. Tot slot vragen wij ons af hoe u gaat bewerkstelligen dat wij hier in Heerlen in 2050 geen enkel afval meer zullen hebben. Dan tot slot, voorzitter, de lokale inclusie.
Voorzitter, als we het hebben over inclusiviteit, zou ik u vriendelijk willen vragen wat uw beweegreden is geweest om 24% van uw eigen inwoners buiten de maatschappij te willen plaatsen middels uw brief aan de Tweede Kamer en het kabinet. Zijnde de oproep tot het in beraad nemen van het instellen van een 2G-beleid. Forum voor Democratie is van mening dat een ongekozen burgemeester voor al zijn of haar inwoners staat en geen groepen inwoners mag uitsluiten op basis van zelfbeschikking of lichamelijke integriteit. Veel van deze mensen woonden hier al lang voor u hier burgemeester werd. In onze gemeente mag iedereen meedoen. Wij willen in ieder geval geen discriminerende en polariserende burgemeester in ons mooie Heerlen. Thans is, neem ik aan, ook u wel duidelijk dat een 2G-beleid geen enkel effect heeft. Ik zou u dan ook willen vragen te bevestigen dat bij een volgende coronagolf, ik hoop voor alle inwoners hier in Heerlen dat deze achterwege blijft, u dergelijke polariserende uitlatingen achterwege zult laten en geen enkele inwoner van Heerlen ooit nog zult willen uitsluiten op basis van zijn of haar vaccinatiestatus. Dank u, voorzitter. Meneer Oelap. Ja, bedankt meneer de voorzitter. Een kleine nuance met betrekking tot de status van de burgemeester, of hij nou wel of niet gekozen is. Voor zover ik mij kon herinneren, heeft de raad moeten stemmen en heeft de raad gesprekken moeten voeren met de burgemeester om hem als burgemeester te benoemen. En ik vroeg mij alleen af of dat klopt, meneer de burgemeester. Moesten wij stemmen om u hier als burgemeester te krijgen? Daar heb ik natuurlijk geen idee van. Daar was ik niet bij. Ik ben maar een hele simpele sollicitant op dat moment nog. Maar meneer Clemens wou ook wat zeggen. Nee, maar u mag ook over wat anders. Ja, ik heb een vraag aan de heer Jacobs. Want hij begon zijn verhaal met een uitgestoken hand, als ik dat zo mag omschrijven. En die nemen wij graag aan. Hè? Dus ik ben heel erg graag bereid om met u op zoek te gaan naar punten waar we met elkaar kunnen samenwerken. En een van de punten waar ik denk dat we elkaar misschien wel zouden kunnen vinden is ook uw houding ten opzichte van mensen die voor ons allemaal werken. Ja, dus u had een lofzang op de ambtenaren. Ik denk dat dat terecht is. Hè? Die had ik in mijn verhaal ook. Maar iets waar ik wel benieuwd naar ben, mensen die ook voor ons allemaal werken, die werken namelijk voor de GGD. En in februari van dit jaar is er door een groepje mensen een aantal GGD-medewerkers bij een vaccinatielocatie in onze stad aangevallen. En ik heb uit uw partij eigenlijk nog nooit iemand dat horen veroordelen. En ik ben benieuwd of wij elkaar hier de hand kunnen reiken en wij dit gezamenlijk hier nog eens een keer kunnen veroordelen. Dan veroordeel ik dat bij deze. Meneer Jacobs. Sorry, dan veroordeel ik dat bij deze. Ja, blij mee. Laten we zeggen meer van dit. Dank u wel. Dan ga ik...